staan hier bij de Groene Corridor. Stad-landverbinding tussen Eindhoven en Oorschot. In het hart van de Brainport-regio. Vandaag spreken we een heel aantal mensen om na te gaan wat de betekenis is van het landschap. Hoe bedrijven daarin investeren. Wat dat betekent voor de mensen die bij die bedrijven werken. En voor de hele omgeving. Groene Corridor is een initiatief van Brabants Landschap. Ik sta hier met Jan Baan en Rick Pardoel en Erik Dietz van DPD. En we gaan in op de vraag wat de betekenis is van het landschap voor een bedrijf als DPD en hoe ze daaraan kunnen bijdragen. Jan, wat is de betekenis van de Groene Corridor? Het is een groene verbinding vanuit het hartje van Eindhoven naar het Groene Woud. En het Groene Woud, dat is het hele landelijk gebied met natuurgebieden tussen Eindhoven, Tilburg en Den Bosch. Dat Groene Woud is de binnentuin van Brabantstad. En de gedachte is dat de mensen die in die steden wonen, dat die hun eigen landelijk gebied met die natuurgebieden ontdekken. En ontdekken hoe mooi dat is. En dat je daar tot rust kunt komen en van de natuur kunt genieten. De uitdaging was dat je eigenlijk in misschien wel het meest dynamische stukje Brabant, want wat heb je hier? Je hebt hier de bedrijventerreinen, je hebt Brainport Industry Campus, je hebt het vliegveld, je hebt het defensieterrein. Er gebeurt van alles hier. En dat je door dat hele dynamische stukje Brabant een groene as kunt maken vanuit het centrum van Eindhoven, letterlijk. Tot aan de markt van Oorschot. En dat is dan de entree naar het hele landelijk gebied. Het bedenken en realiseren is één ding. Maar dan dat concept in stand houden, dat is punt twee. En nu zijn hier enorm veel bedrijven betrokken. En wat wij eigenlijk willen is dat die betrokken zijn bij dit concept. En zeggen wij vinden dat een goede zaak. Wij willen daar mee in investeren. En dat wij met elkaar zorgen dat dat concept in de toekomst in stand houdt. En investeren die bedrijven ook echt in het landschap? We investeren allereerst in ons eigen bedrijf, maar vinden ook dat we in de maatschappij moeten investeren. Ja, dan is het logisch dat je zo'n uniek initiatief gewoon ook financieel ondersteunt. En als je dan ziet hoe snel dat voor elkaar komt en hoe uniek het is, nou, daar zijn we ook echt mede trots op wat Jan geïnitieerd heeft. We zijn heel erg bezig met de combinatie medewerkers, werken, maar ook ontspannen tijdens het werk. Dus hoe mooi is het als je medewerkers tijdens de lunchpauze een wandeling langs zo'n uniek gebied kunt aanbieden. Rick, heeft een bedrijf als DPD nog iets te wensen hier? Ik denk wel dat je ziet dat het steeds belangrijker wordt om je op je gemak te voelen op het werk en op je gemak te voelen ook in de omgeving. En ik denk wat je hier langzamerhand ziet is dat de omgeving steeds meer opgaat, ook in een hele logistieke en dynamische omgeving waar we in werken. En eigenlijk wat we daar ook bij wensen is dat we voornamelijk ook zien dat we die ontspannen kunnen zoeken buiten het werk. En dat we dat steeds meer met elkaar proberen te verbinden. Wat vind jij ervan, Jan? We staan hier voor de loopgraaf van de vrede. Nou, dat is een soort kunstwerk. Een landschappelijk kunstwerk met een verhaal. Een defensieverhaal. En ik zou het mooi vinden, en ik heb Roel Hellemons ook uitgedaagd, doen jullie nou zoiets ook eens bij Eindhoven Airport? Zo'n landschapsproject. Jullie hebben daarin bijgedragen, ook hier. Dus ik zou het dus mooi vinden dat juist ook die partners bijdragen in de ontwikkeling in dit gebied, juist met dit soort projecten. DPD gaat ook uitbreiden. Dat heeft ook impact op het landschap. We hadden toen we hier begonnen al gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden. Nou, die zijn er. Maar dat zullen we altijd doen in harmonie met het landschap. En we hebben natuurlijk heel veel discussie over logistieke dozen in Nederland. En dat is wel een gegeven, maar dat kun je wel in harmonie met de omgeving brengen. En ik denk juist hier, ook nogmaals met het initiatief wat Jan heeft neergezet, dat je daar dat unieke voorbeeld hebt. En ik hoop hier ook een voorbeeld voor de rest van Nederland te zijn. Ja. En wanneer doen bedrijven het eigenlijk goed genoeg? Eigenlijk doen we het nooit goed genoeg. En tegelijkertijd doe je het per definitie goed genoeg als je vooruit loopt. En echt voorop loopt op wat er in de maatschappij gaande is. En ik hoop dat we hier een trend met z'n allen te pakken hebben die nog veel verder versnelt en waar we onze bijdrage aan kunnen leveren. Dus misschien zullen we over 3 jaar concluderen dat het nog wel wat meer kan zijn. Nou, daar doen we wel aan mee. Groene Corridor is onderdeel van Van Gogh Nationaal Park dat deze week geopend wordt. Ik sta hier met 2 van de grondleggers van het park, ex-gedeputeerde Erik van Merienboer en directeur van het nieuwe park, Frank van den Einde.
Erik, wat is de rol van Van Gogh Nationaal Park in het vestigingsklimaat van Brabant? Ja, volgens mij kun je dat niet overschatten. We zijn hier in de buurt van Eindhoven. Vestigen zich heel veel expats. Hè? Hoe kennen die Nederland anders dan via hun werk? De high-tech maak is vaak Van Gogh. Nou, het park verbindt eigenlijk de woon- en leefomgeving aan. Nou ja, die herkomst zorgt dat mensen hier zich thuis voelen. Expats komen hier naartoe en blijven hier echt tenminste 7 jaar. Maken een verbinding met het gebied. Ja, als je daarin Van Gogh kunt benutten en gebruiken. En mensen zich daardoor thuis laten voelen, dan is dat echt een onschatbare waarde. Frank, bedrijven zien in dat het voor het aantrekken van talent belangrijk is om te investeren in de omgeving. Maar zie jij dat ook terug in echte investeringen in Van Gogh Nationaal Park? De eerste stapjes die worden nu al gezet. We zien dat wel al terug. Bijvoorbeeld een ASML die de verantwoordelijkheid heeft genomen om met name mee te gaan investeren in het verhaal van Van Gogh. Waar ze in Nuenen substantieel investeren in de ontwikkeling van de voorzieningen daar. En ik denk dat de volgende stap is bij bedrijven om dat op het gebied van landschap en de kwaliteit daarvan ook te doen. Ik denk dat je, dat zie je eigenlijk al, dat je de slag maakt van de boardroom naar gewoon de medewerkers. Hè? Het zijn de medewerkers van ASML en al die bedrijven die eigenlijk dagelijks de kwaliteit van dit gebied hè? Beleven en ook vormgeven. Als je over high-tech hebt, juist die bedrijven hebben die groene omgeving zo ontzettend hard nodig, omdat er een van de belangrijkste randvoorwaarden is voor het vestigen van nieuw personeel in hun gezinnen. Techbedrijven, natuur en landbouw, hoe komt dat samen? Het is niet voor niets de icoon Van Gogh die gekozen is rondom deze hele ontwikkeling. De grootste opgave ligt daar, in die landbouwsector, om uiteindelijk in die hoek ook bij te dragen aan de vergroening waar we mee bezig zijn. Maar het mooie vind ik dat Van Gogh was gewoon een boerenschilder. In die tijd zei ook, die boeren die zijn het dichtst bij de natuur. Dus dat zijn de meest pure mensen die ik kan schilderen. Vandaar dat hij ook dat thema koos. Relatie boeren, natuur en die schoonheid die Van Gogh zag in de 19e eeuw van dat landschap waar de mensen in werken iedere dag. Ja, dat moeten we zelf ook leren zien en herkennen. Hier kan high-tech en high-green echt bij elkaar komen. Hoe ontwikkelt zich dat door? Ja, je hebt hier alles voor precisielandbouw. Hè? Dus als je praat over hoe kun je ook heel gebalanceerd kijken naar ontwikkeling van gewassen. Wat voor stoffen je daarbij gebruikt. Hoe doe je dat zo efficiënt mogelijk met zo min mogelijk impact op de omgeving. Ja, daar heb je hier eigenlijk ook de randvoorwaarden voor. Hè? Als je in de Kempen kijkt, zie je ook dat daar, dat is het bakermat voor de precisielandbouw. Hè? En ik denk dat je als je die combinatie pakt, hè, en natuurlijk intensiveren, extensiveren is denk ik een hele grote opgave. Ja. Maar maak ook gebruik van de kracht van een bedrijf als VDL. Hè. Zijn bezig met de plukrobot en dat soort ontwikkelingen. Ja, dat brengt die sector ook dichter bij de high-tech maakomgeving. En Frank, hoe kijk jij er tegenaan? We zien allemaal dat high-tech bedrijven hebben belang bij een mooie groene omgeving voor het vestigingsklimaat van personeel. En we zien ook dat de landbouwsector heeft een probleem met het feit dat die grondprijs zo hoog is dat ze daar zeer intensief moeten gaan verbouwen. Nou, op het moment dat we dat willen extensiveren, die landbouw, dan moet daar ergens geld vandaan komen. Nou, hoe mooi zou het nou zijn om met bedrijven om tafel te gaan om te zorgen dat we met hen gaan investeren in dat verschil tussen extensief en intensief en daarmee de kwaliteit van het landschap mooier maken. Zodat uiteindelijk voor personeel en voor de inwoners het veel mooier is om hier te wonen, te genieten en te recreëren. We vervolgen nu de groene corridor richting Oorschot. De groene corridor omvat zowel een groene aantrekkelijke werkomgeving als een recreatieve stad-landverbinding. Om te kijken hoe die twee aspecten elkaar kunnen versterken, zijn we hier met Piet Magielsen, wethouder in Oorschot, en Carlos Vaas, ondernemer van de Philips Vaattuin. Carlos, is er voldoende ruimte voor privaat initiatief? Ja, dat denk ik zeker. Alleen, er is nog wel af en toe wat ruis op de lijn, zeg maar, van hoe dan? Hè? Hoe gaan we dat dan uitvoeren? We merken het in de Groene Corridor heel concreet, hè, dat er ook bedrijven zijn die bereid zijn om te investeren in dat landschap. Hè. Dus dat is hartstikke mooi om te zien. Kan het beter? Het antwoord is ja. Ik denk dat aan de voorkant veel meer definiëren samen overheden,
en ondernemers wat je nou voor kwaliteit wenst en wat je wilt, dat daar de sleutel tot succes zit. En dat willen we graag ook beter gaan uitbouwen in de Groene Corridor. We zijn bezig om een schets te maken van wat nou de private ondernemers en instellingen die er zitten, wat die graag willen. Dat wordt nu op een soort van kleurplaat, zeg maar, wordt dat weergegeven. En dat wordt dan op de kleurplaat van de overheid gelegd. En dan gaan we kijken van waar zitten de plussen en waar zitten de minnetjes. En gaan we kijken of we daaruit kunnen komen samen. Ben je dan niet te laat als je al die verschillende kleurplaten en ideeën over elkaar heen gaat leggen? Ik zelf zou bijvoorbeeld heel interessant vinden in de corridor om eens te werken met bijvoorbeeld een soort concessiemodel. Hè? Dat je private partijen een deel van de corridor als het ware in concessie geeft om daar dan activiteiten te ontplooien. Natuur, landschap, ondernemend. En ik zie daar wel kansen toe ook met de verdere doorontwikkeling van de corridor. Bedrijven willen graag concrete, tastbare projecten om in te investeren in het landschap. Ik denk dat bedrijven echt geïnteresseerd zijn om een bijdrage te leveren, een structureel bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de Groene Corridor. Maar dan wel om de bedrijven heen. Dus dat het groen eromheen of ervoor of bij de buren of in ieder geval dat kwalitatief op een hoger plan getild wordt. En daar willen ze echt aan bijdragen. Als we kijken naar het concept van de Groene Corridor zoals die nu een klein beetje ingetekend is, zeg maar. Dan denk ik dat het een heel mooi concept ligt met een parelsnoer van Eindhoven naar Oorschot en andersom. Nou, en als je dat parelsnoer, zeg maar, als je daar ook echt de parels gaat benoemen en gaat creëren, waardoor de kwaliteit op die 13 kilometer, zeg maar, top wordt, in combinatie met recreatie en het bedrijfsleven en het groen, dan denk ik dat er een heel mooi concept komt en dat het ook financierbaar is met elkaar. De Groene Corridor is natuurlijk een zone van 12 kilometer lengte, dus een bedrijf wat 10 kilometer verderop zit, heeft iets minder met dit stukje wellicht. Hè. Ik kan me voorstellen dat de kwaliteit van de overheid zou kunnen zijn dat je al die verschillende concrete initiatieven aan elkaar koppelt. Dat je meer en meer probeert, zou mijn ideaalbeeld zijn, als overheid, ondernemers, bewoners gezamenlijk zorgt dat die kwaliteit bewaakt wordt. We verplaatsen ons over de Groene Corridor richting Eindhoven naar de Philips Fruittuin. We staan hier inmiddels op Eindhovens grondgebied bij de Philips Fruittuin. En ik ben benieuwd hoe het bedrijfsleven en natuuractiviteiten samen kunnen gaan. En om daarover te praten heb ik hier Renske Visser, directeur regio Zuid van IVN. En Roel Hellemons, CEO van Eindhoven Airport. Roel, Eindhoven Airport is partner van Gogh Nationaal Park. En ook onderdeel van de gebiedscorporatie Brainport Park. Waarom doen jullie dat eigenlijk? Wat betekent dat voor jullie? Wij willen graag ook als luchthaven, als onderdeel van dat grote gebied, daar een verantwoordelijkheid in nemen. Zodat het ook echt een heel prettig gebied is. En daar is groen gewoon heel belangrijk. Hoe kun je dat nou ook echt concreet maken? Behalve van die intentie uitspreken en je als partner achter een Van Gogh Nationaal Park in oprichting scharen. Hoe maak je dat dan als bedrijf ook heel concreet? Ik vind het ook wel heel interessant, omdat je juist bij natuur en airport, hè, dus luchtvaart, dat zit ook op gespannen voet met elkaar. Tegelijkertijd wil iedereen graag vliegen. Tegelijkertijd willen we in de wereld ook inspirerende ideeën met elkaar delen. Dus ja, je wilt ook echt samen vooruitkomen. De afgelopen jaren zijn we ook vooral heel erg aan de slag gegaan met recreatieondernemers. Daar is het al makkelijker om het concreet te maken, omdat die direct, ook als zij gastheer worden van die natuur, meer mensen kunnen trekken, mee kunnen helpen. Daarnaast een ontwikkeling die wij heel erg zelf zien is ook dat voor vitaliteit van medewerkers, zeker nu corona is geweest, dat natuur een belangrijkere rol begint te spelen. En dan bedoel ik niet alleen het vergroenen van mensen waar mensen zelf werken, maar ook wat zij voor de natuur kunnen terugdoen. Dat A, ontzettend leuk wordt gevonden door medewerkers en B, heel erg fijn is voor de natuurorganisaties, omdat je dan samen kunt bouwen aan een groen terrein of juist natuur in de buurt, bij de mensen zelf wonen. Roel, en de gebruikers van de airport en jouw medewerkers, hoe denken die eigenlijk over natuur? Passagiers die bij ons komen, wij willen voor hen eigenlijk de toegangspoort zijn naar de regio. En dat is natuurlijk vaak techniek en design en high-tech, maar daar hoort natuur ook echt bij. Voor de medewerkers is natuurlijk een prettige werkomgeving heel belangrijk, naast de woonomgeving. En dat vond ik ook wel een mooi idee van hoe kunnen ze nog meer gebruik maken van die natuur, los van initiatieven, projecten. Zou je ook willen recreëren in je lunchpauze, een hardlooproute, een wandelroute, door een stukje natuur. Volgens mij zijn dat allemaal dingen die we nog verder kunnen uitwerken. Want we zitten zo tegen de natuur aan dat dat heel makkelijk kan. Renske, kunnen jouw vrijwilligers en misschien wel de medewerkers van Roel gezamenlijk die Eindhoven Airport tot een natuurpark maken, denk je?
Allereerst moeten we dat natuurlijk gewoon aan de vrijwilligers zelf vragen. Hè? Want als zij er zin in hebben, dan kan er ontzettend veel. Kijk, het liefst willen we allemaal dat we vliegen gewoon duurzaam maken. Maar de dichtste stap als dat, tot die tijd dat dat lukt, is inderdaad wel heel mooi om een airport gewoon groen en het nieuwe natuurgebied te maken. En dat past helemaal bij Van Gogh Nationaal Park. Volgens mij is hier een project geboren. Ook al zou je het misschien niet zeggen, maar ook op de luchthaven, dat grote terrein, zijn echt plekken die echt bijzondere natuur zijn. Waar je echt wat kunt betekenen. Het is heel interessant om dat verder te verkennen. Het volgende gesprek vindt plaats bij het einde van de Groene Corridor. Of het begin, het is maar hoe je het bekijkt. We staan hier op Strijp S tussen het industrieel erfgoed van Philips. En hier is rond design en high-tech een heel nieuw bedrijfsecosysteem ontstaan. Of groen daarin iets te betekenen heeft, bespreek ik met Mary Viers, directeur van Groenfonds Brabant. En Rick Thijs, wethouder in Eindhoven. Expats trekken naar de Brainport-regio ook vanwege het aantrekkelijke landschapssegment. Toch staan er nog heel veel vacatures open. Moet de lat niet veel hoger, ook wat betreft de investeringen die bedrijven doen in die groene omgeving? Mary, wat denk jij? Ja, zeker. Overigens niet alleen voor de expats, maar ook voor de inwoners van Eindhoven die er al zijn. En ik denk zeker nu met corona dat we gemerkt hebben hoe belangrijk natuur dichtbij is. Dat wisten we eigenlijk natuurlijk allemaal al, maar nu hebben we het ook gemerkt. En volgens mij hebben we ook gemerkt dat er te weinig natuur is. Hè? Want als we met z'n allen naar buiten rennen, dan is het ineens heel druk in de natuurgebieden. Dus volgens mij toont deze tijd ook wel aan dat er echt veel meer nodig is om te zorgen dat er mooie natuur is in Eindhoven en in de omgeving. En bedrijven, high-tech bedrijven bijvoorbeeld, zijn die wel bereid om te investeren? Tot op heden niet. Nederland is overigens ook een land waar traditioneel vooral de overheid investeert in natuur. En we komen uit een tijd dat er eigenlijk heel veel natuur was. En mensen dachten, nou zo is het wel goed. Hè? En hadden we het vooral over nieuwe locaties voor woningbouw. Maar we realiseren ons dat er meer natuur nodig is. En dat betekent dat natuur moet concurreren met bedrijfshallen, met woningbouwlocaties. En dat is een strijd waar de natuur een handje bij geholpen moet worden. Ik denk niet alleen van de overheid, maar ook van particulieren en ook vanuit bedrijfsleven. En Rick, hoe kijk jij daar tegenaan? Als je ziet de immense opgaven die we hebben, niet alleen in ons centrum van de stad, maar ook daarbuiten, om klimaatverandering een plek te geven, enerzijds een halt toe te roepen, maar ook om te verzorgen hoe gaan we die verdroging, die extreme hitte, die extreme wateroverlast ook daadwerkelijk oppakken. Daar hebben wij de natuur ook echt bij nodig. En ook dus de bedrijven qua investeringen. En ik noem dat zelf, dat moet niet zijn op basis van een soort cafetaria-model. Een leuk project hier, een leuk project daar. Nee, willen we echt die kwaliteitsslag maken in onze natuur, dat betekent dat we structureel daarmee aan de slag moeten. En dat betekent niet 5000 boompjes hier of 5000 boompjes daar. Nee, ook de structurele kosten van natuur, ja, daar moeten we met elkaar een model op vinden waar we gezamenlijk voor aan de lat staan. Bedrijven en landschap combineren, dat klinkt heel mooi. In 2007 was bedacht dat er geen distributiecentra langs de Groene Corridor zouden komen. Die zijn er toch gekomen. Heeft de overheid wel voldoende regie op deze dingen? Het begint denk ik wel met een ambitie om iets uit te spreken. Alleen het is ook een kwestie van een lange adem. Net zoals, hè, nou we staan hier op Strijp S, dat is ook niet van de ene op de andere dag gekomen. Dat begint met een ambitie en vervolgens een vertaling in bestemmingsplannen. En zo gaat het ook bij natuur. Als je ineens zegt, ik wil hier natuur, maar daar was iemand anders iets anders van plan. Dan kan je het heel mooi zeggen, heb je het nog niet gerealiseerd. Dus ik denk dat er door de overheden, sinds dat die ambitie is uitgesproken, alles wordt gedaan om het werkelijkheid te maken. Maar de wereld is niet zo eenvoudig dat als je het zegt, dat het dan ook gebeurt. Dus ik denk dat er voldoende instrumenten zijn, maar het betekent ook dat de overheid, maar ook een hele hoop andere partijen, wel een lange termijnvisie moet hebben en dat ook langere tijd vol moet houden. Ja, wat ik denk dat het van belang is, dat je daar dus in de regio afstemming over vindt. Dus dat je met elkaar ook gaat afspreken, waar gaan we nou wel ontwikkelen en waar blijven we ook gewoon echt van af. En op Brabants breed niveau hoop ik dat wij dat middels het Van Gogh National Park gaan doen. Dat je ook een middel hebt om elkaar aan te spreken. Dat als er een gemeente wel kiest voor de grote dozen schuivers, dat je daar elkaar kan aanspreken. Omdat je met elkaar een richting hebt afgesproken over het belang van natuurwaarde en die goede openbare ruimte. Hoe staat landschap als vestigingsvoorwaarde ervoor in de Groene Corridor? Het begin is er. Bedrijven spreken zich uit. De car is in beweging. Mensen haken aan.
Maar hoe komen we voorbij de quick wins? Hoe dichten we het gat tussen de mooie, zichtbare projecten en de grotere structuur, de lange termijn? Hoe maken we van high-tech echt high-green, voorbij het motto?